Suriname zal extra zuurstof krijgen van Nederland en Frankrijk ten behoeve van de zorgsector. Volgens minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking kan de zuurstof vanuit de Franse kant al binnen een paar dagen in Suriname zijn. In deze moeilijke tijd is samenwerking met de regio en andere landen erg belangrijk. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat met medewerking van Frankrijk, van de Franse ambassadeur, wij in staat zijn dus uit Kourou zeker in de komende dagen zuurstof te krijgen. Waardoor, al is het niet helemaal optimaal, in ieder geval zuurstof beschikbaar is. Daarnaast gaat de normale aanvoer weer op gang komen. Dus vanuit dat perspectief, onze partners zijn zeer behulpzaam, daar zijn we blij om. Daarnaast ook de aanbieding van Nederland om twee stuurstofmachines te sturen, zodat we ons eigen stuurstof kunnen maken. Die zullen komende week, mid volgende week hier aankomen, met een speciaal vliegtuig, want dat zijn grote apparaten. Dat gaat ook een stukje garantie bieden voor de toekomst. Maar het beste is natuurlijk wanneer de personen, onze landgenoten, zich houden aan de regels en proberen te voorkomen dat zij zelf besmet raken en dat zij anderen besmetten. Met name in deze tijd. Ramdien benadrukt dat de vaccinatiecampagne normaal doorgaat. Er zijn voldoende vaccins en er zal een regelmatig aanvoer zijn van meer vaccins. Met de donatie vanuit Nederland is de vaccinvoorraad gegarandeerd, zegt de Bibis minister. Maar ook met de donatie van China. We zijn bezig ook met Rusland, met Sputnik 5. We zijn bezig met Cuba, met Soberano 2. Dat zijn vaccins die allemaal geaccepteerd zijn. Maar ook de gesprekken met de Verenigde Staten gaan voort om in CARICOM-verband ook hier vaccins te krijgen. Dus wij zijn optimistisch dat meer vaccins zullen komen en dat we de vaccinatiecampagne goed kunnen uitvoeren. Dat is een andere methode om ervoor te zorgen dat we COVID-19 beheerbaar maken. Dus nogmaals, door samen te werken, maar het belangrijkste wil ik aan de kijkers en luisteraars meegeven is, het hangt van onszelf af om ervoor te zorgen dat we veilig zijn. Dus de eigen verantwoordelijkheid is enorm belangrijk. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken gisteren op de spoed COVID-19 persconferentie.